De Achterhoek, een glooiend land, gelegen in Oost-Gelderland, waar alles nog zo vredig lijkt te gaan. Een dorp verscholen in het groen, met boerderijen net als toen, alsof de tijd er stil is blijven staan. Het lijkt wel haast een schilderij, het vee al grazend in de wei, een fietspad tussen bos en akkers door. De Achterhoek, een beeldschone streek in Nederland. Platteland op zijn best, maar waar begint de Achterhoek toch eigenlijk? En waar eindigt de Achterhoek? Vandaag zoek ik even de grens op, want ik ben in Doesburg. Hier kunnen ze al op een eeuwenoude geschiedenis terugkijken. Want Doesburg ontving al in 1237 het stadsrecht en behoorde bij de Hanzen. Maar voor ik jullie alles ga vertellen, stel ik voor dat wij het samen ontdekken. Loes van der Meijs, ja, als ik goed heb. Burgemeester van Doesburg. Ja. Of in dit geval mag men denk ik ook burgermoeder zeggen, toch? Ja, ja, ja. Ja, je zegt, er wordt vaak burgervader gezegd en bij een vrouw burgermoeder, omdat het wel een belangrijk facet is van je beroep. Je bent toch ja, een beetje, ook als er vervelende dingen zijn of leuke dingen zijn, dan leef je heel erg mee met de bevolking. En in mijn privéleven ben ik ook moeder van 4 kinderen, dus ik heb daar wel wat mee. Maar ik vind het wel een eretitel die je moet verdienen, maar ik hoop wel dat mensen mij zo zien, ja. Nou, Doesburg heeft een hele rijke geschiedenis. Een Haanse geschiedenis en heeft ook heel veel historische en leuke bezienswaardigheden. Bent u er dan niet ook een beetje trots om burgemeester te mogen zijn van deze gemeente? Een beetje trots. Ja. Ik ben hartstikke trots. Ik ben nog niet zo heel lang burgemeester van Doesburg. 8 maanden nu, bijna 9 maanden. Toen de vacature voor burgemeester vrijkwam, toen dacht ik, nou, als dat nou eens mag lukken. Het is namelijk een prachtig stadje. Het heeft alles. Het is niet alleen wat u zegt, de Hanzenstad. Het is ook een vestingstad. We hebben ook echt de oude vestingen nog. Die zijn nog niet helemaal toegankelijk, maar daar zijn we heel hard mee bezig om ook de hoge linies, zoals ze noemen, toegankelijk te maken. We hebben heel veel historie. De gebouwen zijn prachtig. Het is hier prachtig opgeknapt. Voor de toeristen een heleboel te zien, een heleboel musea. Dus wat dat betreft, er is gewoon, ja, de geschiedenis ligt hier voor het oprapen, zeg ik altijd. En wat ook zo ongelooflijk belangrijk is, is dat de mensen in Doesburg dat ook vinden en ook zo trots zijn op hun stad en zoveel dingen organiseren. En het mooie is van als je ziet dat bij een evenement of bij iets wat belangrijk is, wat vrijwilligers afhaken en meteen weer mensen inspringen om het over te nemen. Ze zijn gewoon zo trots op de stad. En het zijn niet alleen de mensen die hier al generaties wonen, dus de echte Doesburgers, om het zo maar te noemen, maar ook de mensen die hier, zoals je dat noemt, import, dan ben je meteen Doesburger, dan wil je niet meer weg en dan wil je van belang zijn voor die stad. En los even van het historische, hè, wat ongelooflijk belangrijk is, vind ik dat ook heel erg belangrijk. Ik zeg altijd, een historisch decor is prachtig, maar chagrijnige mensen erin, dat wordt het niet. Klopt. Dus je hebt, het is die combinatie, die buitengewoon rijke historie. Hanzestad, vestingstad en garnizoenstad, laten we dat ook niet vergeten. Dat heeft toch zijn stempel gedrukt op deze stad. Met de bevolking die daar trots op is en daar dingen van doet, die het
in Doesburg zo ongelooflijk uniek maakt. Daarnaast is het wat kleinschaliger dan de wat grotere Hanzesteden. En dat betekent dat het ook wat toegankelijker is. Het is een prachtig decor waar mensen in rondlopen of in rondfietsen. Waar horeca is, waar leuke winkeltjes zijn. Maar het is ook goed te doen. Hè? Je fietst hier lekker naartoe. Je kunt hier een paar uur, je kunt hier een hele dag vertoeven als je wil. Maar het is niet al te groot en dat hoor ik ook van mensen. De kleinschaligheid is ook iets wat ze heel prettig vinden. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar ondanks haar geschiedenis, ondanks de historie van Doesburg, is het toch ook een moderne gemeente met een bloeiende industrie, neem ik aan. We zijn geen openluchtmuseum. Dus dat betekent, we zijn een moderne stad. We hebben natuurlijk een groot gedeelte van onze inkomsten komt uit het toerisme. Ik bedoel, dat moet je ook niet uitvlakken. Dus dat betekent dat je daar ook aandacht aan moet hebben. Maar we hebben ook geweldige bedrijven hier. Grote bedrijven hier. We hebben, de vier grootste even uit mijn hoofd zijn Rotra, Ubbink. Beterhoren heeft hier zijn hoofdkantoor. De IJzergieterij, dat zijn een aantal grote. Ben ik vast nog een aantal vergeten. Maar er is hier industrie, er is hier natuurlijk, en daar is ook veel contact mee. Dat is ook best belangrijk. We hebben natuurlijk het grote voordeel dat van oudsher de industrie aan de IJssel lag. De IJssel is natuurlijk de grote doorvoer geweest. Dan kom je toch weer bij de geschiedenis, die Hanzegeschiedenis. Ja. Maar ja, natuurlijk, mensen moeten ook werken hier in Doesburg. En we zijn ook van belang daarvoor voor de regio om ons heen. Je hebt hier niet alleen die prachtige historie, waar ook geld mee verdiend wordt, maar we hebben ook prachtige bedrijven, echt ook Achterhoekse mentaliteit noem ik het, een beetje het Rijnlands model, het harde werken, dat zit hier ook in de geest. Ja, en met een heleboel gezichten. Je hebt de historie, maar je hebt ook een rijk cultureel leven hier. Dat hangt ook wel samen met de historie. Maar daar moet je ook mensen voor hebben, de kunstenaars, musea, mensen die het lef hebben om hier een museum te beginnen. Je hebt inderdaad de industrie, de dienstverlening. Ik zeg altijd, Doesburg is een echte stad. Het is klein, kleinschalig, maar het is een echte stad. Het heeft alles van alle elementen van een echte stad. En leeft door en met haar bewoners. Ja, absoluut. Ik vind dat zo bijzonder in de tijd dat ik hier ben, dat mensen dat ook zo willen houden en eigenlijk willen versterken. En of je nou hier in de binnenstad woont, of in de wijken eromheen, of in onze grote wijk, de uitlegwijk Bijnen. Mensen zijn verbonden met de stad en vinden het ook belangrijk dat die stad bruist en leeft. Of het nou op het gebied is van cultuur en historie, maar ook op het gebied van economie. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Wat zou u als burgemeester van deze gemeente toeristen en bezoekers echt aanraden om hier in Doesburg te moeten zien? Ik zou ze eerst aanraden om in te klikken op doesburg.nl en dan ons prachtige poort. We hebben een geweldige toegangspoort digitaal, waar op de gemeentesite een onderdeel van is, maar ook het historische gedeelte en ook het economische gedeelte. En dan kun je gewoon doorklikken. En er is hier zoveel te zien. Ja, ik heb het hier liggen. De hele top 10. Even mijn bril bij afzetten, want met het ouder worden we dat ook. Je hebt een top 10 wat je kunt gaan kijken. Dat gaat van de linies. Dus dat zijn de oude vestingswerken, ja, tot de historische stad. Tot de IJsselkade, waar je heerlijk kunt vertoeven. De prachtige kerken die we hier hebben, de winkeltjes, dus daar hebben we gewoon ook een hele platte grond van. Dus ik kan er niet eens één ding uit halen, want er is hier gewoon heel veel te zien. Naast die buitengewoon mooie portal waar je dat allemaal ook op kunt halen, hebben we hier een zeer goed lopende VVV, waar je ook naartoe kunt gaan als je hier bent, waar je stadswandelingen kunt maken, altijd een aanrader. Ze zijn ook altijd anders. Nu ik hier ben, krijg ik ook privévrienden en dan ga ik altijd een stadswandeling maken. En elke gids heeft zijn eigen specialiteit. Dus ik heb er nu 5 gehad, denk ik. En ik heb elke keer leer ik weer iets anders over Doesburg, omdat de een erg geïnteresseerd is in de architectuur, de ander echt in de cultuur, historie, de ander weer in de prachtige kruidentuin die we hebben en het hofje en de bomen. Dus elke keer leer je andere dingen en dat maakt het zo uniek. Ik denk dat ik jullie mee moet nemen op een rondje Doesburg.
Als het mag van u, dan wil ik onze kijkers heel graag meenemen op een rondje Doesburg. En dan laten wij jullie ongetwijfeld ook een aantal van deze punten zien. Nou, als het mag, u moet bijna van mij. Want ik bedoel, dit is natuurlijk uniek om Doesburg te promoten. Maar dan één ding. Dit is een historische Hansestad. Wij één keer per jaar, in ieder geval één keer per jaar, lopen heel veel inwoners van Doesburg met de Hansedag in de middeleeuwse kledij. En u mag dat van mij doen, op voorwaarde dat u ook zo'n prachtig middeleeuws pak aantrekt. En dan ook proeft wat het is om in deze prachtige historische binnenstad te lopen als middeleeuwse burger. Dat is nou echt iets voor mij en dat kunnen wij regelen. Nou. Bij de tv en film hebben wij daar zo onze trucjes voor, dus dat komt wel goed. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Nou. Ja. Mag ik mij van harte bedanken voor het gesprek? Ja, ik vond het een heel leuk gesprek, dankjewel. En veel plezier in Doesburg, want het gaat helemaal goed komen. Hebben wij, zeer zeker. Okay. Als jullie meegaan. Armin Schreuter van RTV Achterhoek en ik heb gehoord dat u mijn gids bent in Doesburg vandaag. Ik ben de stadsgids, ik ga met u mee. Mooi, zullen we dan? Ja. We staan hier op een hele mooie plek langs het water met, nou, voor mijn gevoel, drie figuren op de achtergrond. Wat beeldt het eigenlijk uit? Nou, die drie mannen, als je goed kijkt, dan zie je dat ze iedere keer de dubbele grootte van de vorige zijn. Ja. En die lopen over de kaart van Europa de stad Doesburg. Kijk, hier op de achtergrond, dan zie je dus de uiterwaarde van de rivier, van de IJssel. Ja. En dat is een van de redenen dat dit eigenlijk de mooiste rivier van Nederland is. Want hier op de achtergrond zie je het Veluwemassief. Hier aan de andere kant komt de oude IJssel, stroomt hier in de IJssel. Ja. Een van de redenen dat het hier altijd zo mooi is gebleven, is omdat Doesburg altijd een garnizoen is geweest. Ja. En het was verboden om te bouwen in het schootsveld van het garnizoen. De boerderijen die er nu nog staan, waren vroeger van hout. Dus als je die kwijt wilde, dan stak je daar de brand in en was je zo kwijt. En dat is ook de reden geweest dat Doesburg zo mooi compact is gebleven, echt midden in de natuur. De bebouwing die hierachter staat is nieuw en dat heeft alles te maken met de wateroverlast die we een aantal jaren geleden hebben gehad. En toen moest de dijk hier verhoogd worden, hier stonden allemaal fabrieken op, die moesten weg. De dijk is pakweg een meter opgehoogd en men heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier nieuwbouw te maken. Oké, nou, mevrouw. Ik zie hier achter ons, zie ik een flink gat in de bebouwing tussen de huizen. Heeft dat nog een speciale betekenis? Ja, dat is expres gedaan. Want als je van Arnhem af hier over de IJssel komt varen, die slingert deze kant op. Dan iedere keer als je een bocht omkomt, zie je de toren van Doesburg. Daarom zitten hier drie gaten in de bebouwing, zodat je ten alle tijde de toren kan zien. Dus dan is eigenlijk met het prachtige uitzicht op de toren van de kerk, is daar wel rekening mee? Daar is rekening mee gehouden. Ja, mooi. Men heeft ergens over nagedacht. Thank you.
mooi en oud gebouw is dat toch hier, maar wat is het eigenlijk van oorsprong? Nou, dit is een gebouw uit het begin van de 14e eeuw, gebouwd als nonnenklooster. En als je straks buiten komt, kan je dat goed zien, want de luikjes van de dubbele ramen zitten aan de bovenkant. De nonnetjes verdienden hun centen met borduren en handwerk. Het is een klooster geweest tot aan de reformatie. En de andere kloosters in de stad hier zijn allemaal verwoest, want alles wat katholiek werd met de kop afgehakt. En we zeggen, alleen in dit klooster durfden ze dat niet. Graaf Lester, die daar verantwoordelijk voor was, die was zich daar zeer wel van bewust dat hier de nonnen zaten uit de betere kringen. En als je hier nou ergens de woede op het lijf wil halen van iemand in deze omgeving, dan moet je dus die deftige dames aanpakken. Dat gebeurde dan ook niet. En voor dit klooster hadden ze een uitstervingsbeleid. En toen de laatste non hier overleed, kwam het gebouw aan de overheid en werd in gebruik genomen als arsenaal voor het garnizoen. Vandaar dat het hier in de wandeling ook het arsenaal heet. Het is een aantal jaren geleden compleet gerestaureerd en verbouwd. En het is nu een multifunctioneel gebouw met hier beneden een grand café. We kijken hier naar de 96 meter hoge toren van de Martinikerk van Doesburg. Deze kerk is één dag voor de bevrijding van deze stad opgeblazen. De toren is opgeblazen waardoor de helft van het schip mee naar beneden kwam. Het heeft en passant ook de synagoge verwoest die hiernaast staat. En hier lag een enorme hoeveelheid puin. Waar op een goede dag een oude dame overheen kroop. Tot iedereen zei, mevrouw, dat moet u niet doen, dat is veel te gevaarlijk. Wat bleek nou? Dat was koningin Wilhelmina. Die ging altijd op er eentje op pad met de chauffeur. Die trok zich van niets en niemand iets aan. En heeft toen gezegd dat dit oude monument in zijn luister hersteld zou worden. En dat is ook gebeurd. En uiteindelijk is hij weer in gebruik genomen door toentertijd prinses Beatrix. Mensen, wat uiteraard niet mag ontbreken als je in Doesburg bent. Doesburgse mosterd. En nu wil ik toch heel even meer weten over mosterd, hoe het gemaakt wordt en wat ze allemaal maken van mosterd. Dus dat gaan we nu even zien. Nou, om dan maar te beginnen met mosterdkaas. Doesburgse mosterdkaas. Ja, ik neem ook wel een stukje. Doesburg staat ook echt voor mosterd, maar sinds wanneer eigenlijk? Hoe lang? Wanneer is dat begonnen? Volgens mij is het al eind 18e eeuw geweest, of eind 1800 moet ik zeggen, dus 19e eeuw, dat hier achter dit pand begonnen is met mosterd maken. En op een gegeven moment is dat verplaatst naar de huidige mosterdfabriek. En daar doen ze het nog steeds. Maar mosterd werd al gemaakt sinds Abraham. Het komt in de middeleeuwen hier over. En er waren hier meerdere mosterdfabrieken. Doesburg was een bedrijvig stadje met mosterdmakers en blauwververs en weet ik veel wat voor ondernemers. Die zaten hier vol mee. Ik kan het mij heel goed voorstellen. Nou. En deze mosterdkaas is overheerlijk. Ja, dat is niet verkeerd, hè? Nou, wat een hele mooie winkel met, ja, wat ik zie, heel veel chocolade. Ja, maar chocolade en mosterd schijnt ook goed te gaan. Want dit is de enige winkel hier waar je mosterdbonbons kan kopen. En ze zien er bovendien beeldschoon uit. Mosterdbonbons? Ja. Nou, ik hoor jullie thuis nu al zeggen, maar mosterd en chocolade. Maar laat het even aan mij over. Ik ga het even proeven voor jullie. En dan laat ik jullie weten of het lekker is of niet. Ja. Gaat het een beetje? Sorry. Het mag eigenlijk niet met volle mond,
Maar geloof het of niet, is lekker. Deze zijn super lekker. Ga ik niet verwachten. Nee, maar je moest het keiwerk ook ongeveer alles van maken als je een beetje fantasie hebt. Je stopt het in de soep of in de cake of in de chocola. Je kan er alles in. Het is zo jammer dat jullie dit niet kunnen proeven. Maar wat moeten ze dan doen? Gewoon deze kant op komen. Hè? Precies. Kom naar Doesburg. En laat je verrassen. Maak eens een tripje mosterd. Precies. Iets meer vertellen over de geschiedenis van de Doesburgse mosterd. De geschiedenis is al heel oud, gaat zeker al terug tot 1457. Zo. In 1457 is er sprake in een register van een Goosse Momme van de Mosterdmolen. En uit dat van de Mosterdmolen kun je dus afleiden dat er ook toen al mosterd werd gemaakt. En wat is eigenlijk het bijzondere aan de Doesburgse mosterd? Het bijzondere is eigenlijk dat het gewoon een heel eenvoudig recept is. Er gaat bijna niet veel in. Want er gaat niet veel in. Mosterdzaad, geel en bruin, azijn, klein beetje zout, klein beetje suiker. En dat is eigenlijk alles. Heel eenvoudig. En daarom is Doesburg bekend, staat bekend om zijn mosterd? Ja, Doesburg dat heeft echt een hele mosterdgeschiedenis. Zelfs in 1850 kun je terugvinden dat er toen al 5-6 mosterdmakers in Doesburg zaten. Zo. En van al die mosterdmakerijen zijn wij als enige eigenlijk overgebleven. Mogen wij nog een klein beetje rondkijken? Zeker, dat kan. Wat we dus ook vullen, dat zijn deze. Origineel Keuls aardewerk. En speciaal voor ons met een D en een M beschilderd voor Doesburgse mosterd. Het is een kwestie van even eronder houden. En dan een paar keer drukken. En de pot is vol. Nu hebben jullie een klein beetje kunnen zien hoe mosterd gemaakt wordt hier in Doesburg. Dus ik ben benieuwd. Daar is hij. Nou, dankjewel. Oké. En zo kunnen jullie hem dan mee naar huis nemen. Als jullie naar Doesburg komen en hier mosterd gaan kopen. Dit is het gasthuis Hofje. Dit is een onderdeel van het complex van het gasthuis. En dat gasthuis moet je plaatsen in het begin van de 14e eeuw. Er was hier een dame die bekommerde zich over arme mensen en over oude mensen. En over zieke mensen en over reizigers die geen logement konden betalen. En zo is dit gebouw hier neergezet. Het is een rechthoekig gebouw. Het is ook nooit gebouwd als kerk, dat is het nu wel, maar het is niet gebouwd als kerk, maar als gasthuis. Want aan de achterkant zit geen apsis, dat is de plek waar ze het altaar normaal gesproken plaatsen. 100 jaar na de bouw van het gasthuis is de toren ervoor geplaatst en is het altaar van de heilige Antonius ingewijd. Toen is het dus eigenlijk een kapel geworden. Er was nog een andere manier om in het gasthuis terecht te komen. Dat was als je rijk was. Je had grond of huizen of wat dan ook. Maar je had niemand om voor je te zorgen als je oud was. Dan kon je je inkopen in het gasthuis. En dat betekende dat je je hele hebben en houden afstond aan deze organisatie. En in ruil daarvoor kreeg je zo'n lief klein huisje daar. Model 1 raam, 1 deur. En daar werd je voor de rest van je leven verzorgd.
Het is tegenwoordig nog altijd in gebruik als seniorenwoningen. Alleen van de 9 die er ooit waren, hebben ze er 4 gemaakt. Want anders voldoen ze niet aan de eisen van deze tijd. En ze zijn hier aan het graven geslagen. Het leukste wat ze hier opgeroepen, dat was een schedel met een pakje check erbij. Die waren ze vergeten bij de vorige opgravingen. En voor de rest, toch wel iets bijzonders. Op de fundering van dat oude gedeelte wat hier stond, heeft men een... op de oude muur, of zeg maar in de oude muur, een klein geraamte gevonden van een kind van 1,20 meter lengte met een babytje op de voeten. Dus wij speculeerden allemaal al van, nou dat is vast een meisje, want veel te jong is overleden in het kraambed. Maar dat was niet zo, het was een jongetje met een groeistoornis en die baby was niet eens familie. Maar het blijkt wel dat mensen met veel liefde hebben geprobeerd om dat kinderen op een passende wijze te begraven. Waarschijnlijk waren ze niet gedoopt of er was wat mee, want dan mag je niet in gewijde grond begraven worden. Dus hebben ze ze precies ertussenin op de muur gezet. Een paar stenen eruit, kist erin, zand erover, je ziet er niks van. Spannend verhaal. Het is een spannend verhaal. Het is ook heel spannend als je daarnaar kijkt. Het was hier helemaal afgezet met hekken en iedereen vindt het eng. Want daar ligt, maar dat viel eigenlijk heel goed mee. Mensen namen ook hun kinderen mee om ernaar te kijken dat daar dus de restanten van een heel oud mens lagen. En dat was helemaal niet eng. Het was eigenlijk heel mooi. Het lag er heel rustig bij. Het was gewoon heel mooi. Maar vroeger, niks engs aan. Nee. Vroeger leefde man ook veel meer met de dood. Met de dood, ja. Ik sta nou hier precies op de plek waar vroeger de hoeren werden gestraft als zij zich misdroegen. Dan werden zij hier in een kooi gedumpt en keihard rondgeslingerd toen ze helemaal misselijk waren. En dan kregen ze emmers koud water over het hoofd. Nou, dit was voor mij eigenlijk vandaag het laatste geheim wat ik heb ontfutseld. Ik ga me nu even omkleden. En dan kom ik jullie nog eens een keer toespreken. Nou, lieve mensen thuis, jullie hebben nu zelf gezien dat er veel spannende en interessante verhalen en bezienswaardigheden in Doesburg te vinden zijn. En als jullie nou denken, hier wil ik het mijne van weten, nou, kom dan gewoon hierop aan, zoals wij in de Achterhoek zeggen. Hebben jullie trouwens een tip welke gemeente, welke plaats of stad wij een keer moeten bezoeken? Stuur ons dan gewoon een e-mail naar info@rtvachterhoek.nl. Nou, dat was het voor vandaag. En ik hoop dat jullie volgende keer weer beeldschoon Achterhoek gaan kijken.